We zijn vandaag 8 mei. Ik nodig jullie graag uit om met mij een rondje te maken door de proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. 2023 is nu al een memorabel jaar, een totaal tegenovergesteld van 2022. Na de maartse buien kwamen de aprilse grillen. We hebben nauwelijks werkbare dagen gehad. En ook begin mei stapelen de onweersbuien zich op en is het moeilijk plannen om werkzaamheden te kunnen opstarten. Als ik terugkijk op deze moeilijke periode, zijn er toch 4 factoren die voor ons doorslaggevend zijn. In de eerste plaats ons rijpalensysteem. Dit maakt dat we toch tussen de buien door het extreem kunnen opzoeken en van zodra het eenszins kan, toch het veld kunnen opgaan. Tegelijk is ook de zwakte van ons systeem. De voorbije periode hadden we een defect aan de tractor, wat maakte dat ineens de handen afgesneden waren en we toch van het vaste rijspoor afgeweken zijn met de gewone tractor teruggereden hebben. De tweede succesfactor is niet keer in de grondbewerking. Die maakt dat we heel snel kunnen schakelen. Ook vandaag, deze morgen, hebben we beslist om aardappels te planten, de diepwoeler erin, rood en recht, en we zijn met aan het planten. Tegelijk ook zwakte van het systeem, want onkruidbestrijding blijft lastig. We zullen ongetwijfeld het onkruid ook nog verder te doen tegenkomen. Derde factor die heel belangrijk is en toch zeer zet voorkomt dit jaar, is de vruchtwisseling en de keuze van de groenbemesters. Waar een goede voordeel stond, kunnen we ook heel snel het veld op, zonder veel structuurproblemen. En de vierde succesfactor uiteraard is de flexibiliteit van de medewerkers van het team. Die maakt dat ze elk moment proberen te benutten. Waarvoor ook aan hen dankjewel. Deze bloemkool is een voorbeeld van stelen als het maar kan. Hier stond vorig jaar zomertarwe waarna een divers groenbemestermengsel ingezaaid. Dat groenbemestermengsel is nog redelijk door de wind doorgekomen. En we hebben begin maart in de droge periode toen een geklepeld en de eerste keer heel diep kapot gemaakt met de treffercultivator. Dan kwam het uiteraard in de maartse buien, aprilse grillen. En omstreeks 19 april hadden we een paar dagen droog weer. De grond was nog nat. Men voorspelde terugregen. Hebben we beslist om toch maar deze bloemkool te planten. 19 april, groenmester restanten nog een keer geklepeld. Terug kapot gemaakt met de treffercultivator. En stammest uitgereden, ongeveer 30 ton per hectare. 20 april hebben we de grond heel diep bewerkt, ongeveer 10-15 centimeter diep. De grond is mooi los. Dankzij de voorgaande groenbemester en zoals we hier zien. We hebben dan ook 20 april direct geplant. 750 kilogram OPF meegegeven in de rij. En het resultaat is denk ik beloftevol, laat ons zeggen. Qua onkruidbestrijding hebben we dit moment nog geen aandacht gehad op dit perceel. Er komt wel wat groen opduiken dat in normale jaren ons zorgen zou wekken. We wachten gewoon even af en eerst het andere werk. Volgende week hoop ik toch te kunnen schoffelen met torchwieder, vingerwieder en dan ben ik gerust dat het terug goed komt. Op het kolen ligt er hooikover. Enerzijds voor teeltvervroeging, maar ook bescherming tegen wild en ook bescherming tegen koolvlieg, want de ervaring is dat de enkel tracer plantbakbehandeling niet altijd voldoende is voor deze vroege teelt. Vorig jaar stond op dit perceel grasklaver en op dit perceel moet dit jaar prei komen. We dachten dit jaar begin maart, we zijn vertrokken van de grasklaver, zeker voor de vroege prei, kapot maken. Dus, begin maart hebben we kunnen klepelen, één keer met de treffercultivator en rotterdag kunnen passeren, om zo te kapot te maken. Hier hebben we het niet gedaan omdat we hier meer tijd hadden. Maar dan zijn we geconfronteerd geweest met de natte maart en april, wat maakt dat we het sinds 10 niet meer hebben kunnen werken. Tot vorige week. Vorige week hebben we het perceel bemest, ongeveer 30 ton stalmest gereden. En dan heel oppervlakkig met de mulchvries de grasklaver terug kapot gemaakt. En nu is het terug wachten op verder droog weer naar vervolgstappen. Hier zou volgende week moeten planten. Het is afwachten of dit voldoende mate lukt. Dan toch we de ecoploeg achter de hand houden. Hier zullen we kijken met de rotterdag denk ik om de grasklaverzode verder te verkleinen. Deze preiplantjes zijn gezaaid half maart en bedoeld om uit te planten eind mei, begin juni als late herfstprei en we zijn mooi op schema. De zomergerst hebben we gezaaid in de droge periode begin maart, zoals de andere teelten op bedrijf niet kerend. Direct na zaai hebben we dan vrij veel regen gehad, waardoor de grond direct verslemd was. Dit maakt de onkruidbestrijding dit jaar toch vrij lastig is in die zomergranen.
Enerzijds sliepen toch nogal wat onkruid mee die er stond van in de winter. Onder andere wat kamillen, vogelmuur, straatgras. Dus ons perceel zal dit jaar niet volledig proper staan. Anderzijds, doordat de grond behoorlijk verslemd was, was het klein onkruid ook moeilijker te bestrijden met die wiedag, omdat we moeilijk in de grond geraakten. En dan hebben we ook nog wat straatgras en jonge kamille die erin staat. Omdat het voordeel van zomergerst, dat zomergerst heel erg concurrentieel gewas is en dat de nieuwe jong onkruid wellicht wel een voldoende onderdruk krijgt. Vorig jaar stonden de aardappelen vandaag boven. Dit jaar gaan ze vandaag de grond in. Hier stonden vorig jaar kolen met een roggenroemenmester. Die roggenroemenmester is dit jaar een lastig ding. We hebben de eerste keer geklepeld en oppervlakken kapot gemaakt begin maart. Maar dan ook terug moeten afwachten met de regen. We hebben 21 april teruggeklepeld, omdat de rogge al terug omhoog kwam. En vorige week met de mulchvrees dan heel oppervlakkig kapot gereden. Dan terug gewacht op droog weer. En deze morgen dan toch beslist van oké, de grond ligt goed, we gaan planten. Deze morgen hebben we huidecht, grotenrecht en de jongens zijn bezig. We planten hier het ras Nirvana als plaagresistent ras en ook nog Agria om een kleine proef willen doen naar plaagbeheersing. Het potgoed gaat een maand later dan verwacht de grond in. Maar de poters komen recht uit de voorkiemzakken van Joppe. En uiteindelijk hebben ze toch een mooie stevige kiem ontwikkeld die nu een snelle groei toelaat. Dit perceel is bestemd voor wortelen. Dat is ook tot vorige week onbewerkt blijven liggen omwille van te nat. Vorige week begon het mij toch een klein beetje te groen te komen. Dan hebben we met de treffercultivator ondertussen al 3 keer heel ondiep bewerkt om de vogelmuur, het straatgras dat zich ontwikkelde, een klop te geven. We missen droog weer om het helemaal kapot te maken. Ik hoop dan toch dringend dat we volgende week mooi weer krijgen. Dat we nog 2 dagen kunnen het onkruid opdrogen en dan ruggen maken om wortel te zaaien. Uien zijn voor ons een nieuwe teelt die op vraag van enkele telers toch wat verder willen uitproberen. We hebben enerzijds plantuitjes staan. Die moesten in principe al veel eerder geplant zijn, maar omwille van het natte weer is dat pas vorige week gelukt. We hebben geplante zaaiuien. We hebben ook nog gezaaide zaaiuien die we met elkaar willen gaan vergelijken. De uien zijn pas vorige week geplant en gezaaid geweest. Voordien hebben we een paar keer met de treffercultivator tussendoor het veld redelijk proper kunnen maken. Vorige week dan gediepoeld en geplant. En deze morgen de eerste keer heen en terug met huidecht erover om onkruid te bestrijden in de plantuien vooropkomst. En in de geplante zaaiuien uiteraard na opkomst, maar hier ook heen en terug gereden omdat we toch al heel veel kleine kiemen zagen. Het is uiteraard nog vroeg, maar ben je benieuwd naar het resultaat? Ben je vast welkom op 28 juni tijdens onze jaarlijkse Bioveldag.